Helemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een What I Eat in the Week. Wat moet ik er nog over zeggen? Ik ga gewoon de hele week laten zien wat ik eet. Ik ben nog steeds op dieet. Maar goed, ik heb ook cheat days, maar dat zouden we wel horen. Dus die dag. Maar goed, het is vandaag dus dinsdag. En ik ga wat dinsdag tot dinsdag dit filmen. En dan komt deze video ook dinsdag online. Maar goed, het is nu 7:55 bijna, over 2 minuten. Maar ik ga jullie zo meteen dus mijn ontbijt laten zien. Ik ga ook even laten zien wat het precies is en hoe ik het maak. Het is verder niet heel bijzonder, maar dan weet jullie het gelijk voor de volgende keer. Dus dat. Ik ga jullie vandaag allemaal dingen laten zien die ik eet. En als ik dingen vergeet, dan vertel ik ze later nog. Maar goed, dan weet ik dat. Nou, oké, ik ga dus nu een ontbijt maken. Deze crackers. En smeerkaas. Dit wordt mijn drinken. Gewoon soja drinken en ik neem er dan ook een glas water bij. Dus dat is mijn ontbijt. Want dat eet ik tegenwoordig als mijn dieet ontbijt. Want yoghurt begon een beetje saai te worden. En dat is ook niet zo, ik vind het niet zo lekker, heel eerlijk gezegd, yoghurt. Het is wel beter dan crackers met vet, maar goed. Dit is wel lekkerder. Maar yoghurt vult wel meer dan dit, maar goed. Dan heb ik eerder, hiermee heb ik eerder trek dan met die yoghurt. Maar dan eet ik gewoon wat eerder fruit of groente of zo. En anders had ik niet het idee dat ik mezelf aan het uithongeren was, omdat ik heel lang dan niet ging eten. En nu dus niet. En weet je, nu ben ik toch thuis, dus nu kan ik er nog eentje extra maken. En daar heb ik de tijd voor. Normaal gesproken, als ik stage heb of zo, dan heb ik daar geen tijd voor om eentje extra te maken. Maar vandaag dus wel. Ik heb er nog even een grote beker water bij. En laat ik jullie zo meteen het eindresultaat zien. Oké, het is nu bijna 10:30. En ik ga nu eventjes een glas druiven eten. Want ik heb trek. Zoals ik al eerder zei, dan heb je eerder trek. Maar goed, druiven. En ik heb dus mijn glas water niet op. Dus dat ga ik gewoon even drinken. En dat blijf ik gewoon de hele dag doorvullen. Tot wanneer die weer leeg is. En nog weer. Dus water ga ik hierna niet meer laten zien. Maar ik drink dus gewoon heel veel water. Alles wat geen water is, zal ik aan jullie laten zien. Dus, oké. Ja, misschien tenzij bij het om ontbijt zit of lunch zit of zo. Dan film ik gewoon mijn hele lunch. Maar als ik ga niet random laten zien dat ik een glas water drink. Dus, als ik geen water drink, dan zie ik dat ook. Even een kommetje pakken. Ongeveer zo'n kommetje, want dat eet ik normaal gesproken op stage. En dan ga ik ze zo nog wel even wassen. Dan haal ik meestal eerst nog de vieze druiven eruit. En die pleur ik dan als de rest op is. Tegelijkertijd. Nee. Dit is dan voor nu eventjes mijn snackie. Ik ga ze dus nog even wassen en dan ga ik dit zo lekker opeten. Nou, ik ga dus nu een lunch maken. Ik heb soep en brood.
Nou, dit zijn dan de boterhammen. Twee van deze. En daar ga ik gewoon pindakaas op doen. Maar ze doe ik er kaas op. Maar ik heb vandaag zin in niets anders. Dus dat ga ik nu maken. En dat is het eindresultaat zien. Oké, ik ga nog even iets, een snackje pakken. Namelijk, niet crackers, maar ik moet eerst alles eraf halen voordat ik erbij kom. Ontbijtkoek. Dit is gewoon zo voor gesneden plakje. Die ga ik dus nu eten en de tweede glas water van vandaag heb ik er niet op. Dus daar ga ik ook gewoon verder uit drinken. Dus plakkie. En dat is wat ik dan voor nu ga eten. Nou, ik ga nu maar wat uitsnijden. Want we gaan pasta eten vanavond. Eigenlijk zelf pannenkoek eten, maar we hadden niet alles meer. Dus ik ga wat pasta maken. En ga ik uitsnijden. Met een klein mes, want ik kon geen ander mes doen. Lullig, hè? Ik wilde niet een te groot mes, maar ik wilde ook niet een te klein mes. Maar goed, nu heb ik nog een te klein mes, want ik had niks anders. De pan met water staat al wel op, gelukkig. Dus dat scheelt weer. Ik weet alleen niet welke pasta ik moet gebruiken, maar dat zie ik zo wel. Ik pak gewoon maar 4 kleine uien, hoor. Dus ik niet weet wat ik anders moet pakken. En die ga ik dan maar gewoon eventjes in blokjes snijden. Eerst in midden. En dan maar in blokjes. En dan ga ik ze in een bakje gooien. En verder met aard nummer 2. Kut. Zie jij nou je jas aan? Zondag en vandaag is het cheat day. Dus vandaag mag ik alles eten wat ik zin in heb. En ik ga jullie uiteraard laten zien wat ik allemaal ga eten. Ik moet naar die jaarbeurs. Dat is beter. Kon je ook het alles? Het is vandaag vrijdag en vandaag vroeg school, dus ga ik jullie gewoon mijn dieet eten laten zien. Maar gisteren was dus G-day, maar omdat mijn ouders vandaag zoveel jaar getrouwd zijn, eten we vandaag ongezond in plaats van gisteren eigenlijk. Dus daarom eet ik eigenlijk de rest van de dag wel gezond, probeer ik. En 's avonds ongezond, dus dan weten jullie dat? Daarom heb ik gisteren ook iets gezonder gegeten. Ook rond de dag niet alleen maar iets gezonder. Zodat ik de balans iets meer heb. Maar goed. De rest van de dag is gewoon dieetdag. En vanavond dan niet. Maar goed, dat zien jullie vanavond wel. Mildred heeft die opdracht niet gedaan. Ja.
En dus die hebben we daar. Ja, we hebben een rustje. Ja. Ja, dat is goed. Ja, sorry, ik kon niet wachten. Nee, dat is gewoon een zonder dat ze weten. Helemaal, het is vandaag dinsdag. En vandaag ga ik jullie voor laatst meenemen voor mij wat te eten in de week. Het is precies een week later. Dus het zal wel niet zo bijzonders worden, ook als vakantie. Maar ja, dat wilde ik zeggen. Dus ik zie jullie bij mijn ontbijt. Deze wil ik graag de video afsluiten. Ik wil jullie graag bij de volgende. Doei!